Hallo allemaal, het is echt al een hele lange tijd geleden dat ik zo voor de camera heb gezeten. Maar ik wil het weer oppakken, want ik vond het altijd heel erg leuk om te doen. En er komen in januari, februari leuke vlogs aan van New York, want ik ga naar New York op vakantie. Maar in deze video heb ik het over dit. Ik ga vandaag namelijk een masker voor jullie testen. En deze komt van de Big Bazaar, heb ik eigenlijk gekregen van een vriendinnetje van mij. Het is eigenlijk zo'n housecall masker die je heel vaak ziet in die Amerikaanse video's en wat echt helemaal hype was daar in Amerika. Dat je echt zo van je gezicht aftrok en dat ze echt tranen in de ogen kregen. Nou, ik vraag me af of dat wel echt zo pijnlijk is. Ja, en deze kan je dus gewoon in Nederland kopen bij de Big Bazaar. Kijken hoor of er nog wat op staat. Blackhead peel of gezichtsmasker met houtskool extract voor normale huid. Ontstop poriën, verwijder overtollig vet en onzuiverheden. Ik moet een gelijkmatige laag aanbrengen op mijn hele gezicht. En aan de randen een dikkere laag, zodat ik hem er later beter af kan trekken. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga deze dus nu gelijk opdoen. Ik moet hem ongeveer 15 tot 20 minuten oplaten. En dan kan ik hem dus aftrekken. Ik ben echt benieuwd of het nou echt zo pijnlijk is. Laten we hem maar gelijk aanbrengen. Ik doe even mijn haar in een staartje. En dan kunnen we beginnen. In een pakje zitten er normaal 5 stuks in. Het zit in een heel toepasselijk zwart zakje. Oh ja, hier zie je een dingetje waarmee je hem zo open kan trekken. Dus laten we dat nou maar gewoon doen. Ik hoop niet dat ik ga knoeien op mijn shirt of mijn trui. Ja, hij is eraf. Het is echt heel zwart. Uiteraard heet niet voor niks een black. Oh, dat voelt best wel stevig, maar wel smeerbaar, zeg maar. En het gebied rond je ogen, je haarlijn en je lippen, die moet je vrij houden. Maar dat moet je eigenlijk met elke masker doen. Het is wel verfrissend. Het komt wel cool aan. Ik heb van nature al best wel veel donshaartjes, zeg maar. Dus ik hoop niet dat dit allemaal eraan gaat plakken. Oh, er komt een billetje uit. What the fuck? Ik doe alles even op mijn gezicht en dan kom ik weer bij jullie terug. Ik ben heel benieuwd hoe ik er dan uitzie. Oké, het masker zit erop. Oh, ik ga het nu al een beetje moeilijk. Hij had voor mij wel iets meer in de verpakking mogen zitten, dan hij is helemaal op. Ik ga even mijn handen wassen, want die zitten helemaal onder zwarte smurrie. En na een kwartiertje, 20 minuten kom ik weer bij jullie terug om dan samen het masker eraf te trekken. Ik ben echt heel benieuwd hoe het voelt, of het echt zo pijn is en of het doet wat het zegt. De poriën leegzuigen en zo. Dus ik zie jullie zo meteen weer, dus ik ben heel benieuwd. Oké, goed. Hij wacht erop. Oh. Oké, beginnetje zoeken. Hier, dit valt nog mee. Het valt toch wel mee, maar... Ah, hier heb ik van die donshaartjes. Dat is niet zo'n prettig gevoel. Ik heb hem, denk ik, 3 kwartier opgelaten. Misschien wel... Nee, ik denk een 30 minuten aan 3 kwartier. Het moest 1 kwartier tot 20 minuten, maar het was nog best wel nat. En het is hier volgens mij ook nog wel best nat. Het wordt helemaal rood. Ik krijg wel een beetje een waterige oog, maar het is niet dat ik ga huilen of zo. Oeh, oh, dit is heftig. Dit is vrij heftig. Ah, dat is hier nog niet helemaal droog. Ik kreeg het net al heel moeilijk van mijn vingers af. Toen deed ik een beetje kokosolie op. Nou goed, wrijf in mijn handen en toen ging het er wel weer beter af. Ah, dit is wel pijnlijk. Ah, dat deed echt pijn. Zie ik je nou echt een draad? Oeps. Hier doet het pijn bij mijn wenkbrauw. Oh, ik krijg helemaal tranen in mijn ogen. Hoi. Jij bent ook maar een keer een soort van zien huilen voor de camera. Gezellig. Oeh, dat was het. Oh nee, hier. Oké. Ik zet mijn ogen dicht. Oké, goed. Hij is er bijna af. Dit is nog een beetje te nat. Maar ik heb het... erop gehouden zolang dat het er op de verpakking stond. Langer zelfs nog. En dit is het eindresultaat. Mijn huid voelt wel op zich wel zacht. Maar niet om te zeggen dat ik het nou heel zacht vind. De poriën zitten volgens mij hier nog. Ik zie nog steeds van die zwarte stippeltjes in mijn neus. Dus dat is wel weer apart. Want het trekt heel hard. Maar met poriën blijkbaar niet. Verder wat ik ervan vind. Het is pijnlijk. Het is vrij pijnlijk. Ik heb een vrij hoge pijngrens, maar dit is vooral hier. Bij mijn wenkbrauw, hier, dat deed best pijn. En hier deed het nog best pijn.
Maar dit krijg ik er dus niet af. Dat ga ik eventjes met een washandje eraf halen, denk ik. Dus of ik de Blackhead Peel of Facial Mask van de Big Bazaar aanraad. Als je echt effect wil van die Amerikaanse maskers, dan wel. Maar als je geen pijn wil hebben, dan niet. Dan zou ik gewoon een lekker maskertje kopen waar je ook beter resultaat uit zou kunnen halen. Dit is van het merk Sense Beauty, wat ik volgens mij in het begin nog niet heb verteld. Ja, ik ga dit er even afwassen. Bedankt voor het kijken allemaal en tot snel, hoop ik. Goed, ik heb de rest er afgewassen en mijn huid ziet er echt verschrikkelijk uit. Kijk hoe rood mijn wangen. Dat is toch niet normaal? Ik kreeg het er nog niet helemaal af. Ik heb alles met kokosolie gedaan, dat kreeg ik wel zo van mijn handen af. Maar het is echt verschrikkelijk werk om de rest af te halen. Dus ik raad aan om toch te wachten tot het helemaal is opgedroogd en dat je hem dan zo eraf kan trekken. Maar dit was geen prettige ervaring. Zo, ziet er wat fatsoenlijker uit. Nou, bedankt voor het kijken nogmaals. En tot ziens. Bye! Bye, Sammy!